Ieder jaar op je verjaardag vier je dat je weer een jaartje ouder geworden bent. Of je nu oud of jong bent, jongen of meisje, iedereen wordt ouder. Je hebt vast wel eens naar je opa en oma gekeken en gezien dat ze wat vergeetachtiger zijn en soms wat minder actief en bepaalde ziekten hebben. Maar wat gebeurt er eigenlijk in je lichaam als je ouder wordt en vooral, wat kunnen we daaraan doen? Vandaag ben ik jarig en word ik 48 jaar. Ik ben Gerald de Haan en ik doe in het UMCG onderzoek naar ouder worden. Wat er precies gebeurt bij ouder worden weet zelfs de slimste wetenschapper niet. In dit gebouw doen we veel onderzoek met mensen, maar ook met proefdieren zoals fruitvliegjes en wormen. In dit laboratorium hebben we een hele hoop wormen. Het zijn hele bijzondere wormen, want als je ze door tweeën snijdt, dan groeien ze weer aan. De worm wordt ongeveer 200 dagen. En als je ze op dag 150 doormidden snijdt, dan beginnen ze weer opnieuw te leven en worden ze weer opnieuw 200 dagen. Dus deze wormen kunnen zichzelf verjongen. Door deze wormen te onderzoeken, kunnen we ontdekken wat ouder worden precies is, maar ook hoe we in de toekomst ziektes kunnen bestrijden. Verschillen tussen jou en je opa of oma zijn er genoeg. Ze hebben misschien minder haar en meer rimpels en soms hebben ze moeite met lopen. Maar ook binnen je lichaam gebeurt er van alles. In je lichaam zitten miljarden cellen. Al die cellen bevatten informatie die je van je ouders hebt gekregen. Bijvoorbeeld hoe je eruit ziet, maar ook of je bepaalde ziektes wel of niet kan krijgen. Heel veel cellen in je lichaam gaan dood. Maar gelukkig komen er ook steeds weer cellen bij, doordat cellen delen. Hoe vaker de cel zich deelt, hoe groter de kans is dat er foutjes optreden en dat de cellen het in je lichaam slechter gaan doen. En dat leidt uiteindelijk tot ziektes. Bijvoorbeeld kanker, maar ook vergeetachtigheid. Ook zie je soms dat sommige cellen het slechter gaan doen, bijvoorbeeld cellen in je huid of cellen in je spieren. En daardoor word je minder sterk. Iedereen wil graag gezond blijven als ze ouder worden. Eet gezond. Door veel groente en niet te veel vet te eten, zorg je ervoor dat alle cellen in je lichaam voldoende bouwstenen krijgen om goed te groeien. Beweeg veel. Ook in je spieren zitten cellen die zich kunnen delen en je spieren kunnen vernieuwen. Door je spieren veel te gebruiken, blijf je langer fit. Train je hersenen. Als je leest, veel spelletjes doet en nieuwe dingen leert, zorg je ervoor dat je hersenen actief blijven, ook als je ouder wordt.